sta hier aan de rand van de nieuwe jachthaven in Drimmelen. U zult dat ongetwijfeld herkennen. De reden dat we hier staan is gelegen in het feit dat vandaag de VVV Drimmelen wordt geopend. Er moest wat gebeuren voor de horeca, recreatie en toerisme in onze gemeente. Een VVV in de gemeente Drimmelen. Samen met de beleidsmedewerker en het college van de gemeente Staatsbosbeheer en met name alle vrijwilligers die hier die al gewend waren in het biesbordcentrum te lopen, maar die hier wel enthousiast aan de gang zijn. Top, zonder vrijwilligers zijn wij niks als totale mensen binnen de gemeente. En dat ook wij zijn wel vrijwilligers, maar we hebben elkaar nodig. Vanaf deze plek gaan we ons inzetten om de recreatie en toerisme binnen de hele gemeente in alle kernen te stimuleren. En wat voor ons, voor Staatsbosbeheer, heel belangrijk is, is dat wij basis houden voor onze excursies en schoolbotenprogramma's. Nou, dit is een fantastische uitvalsbasis natuurlijk. En voor ons niet onbelangrijk is dat met name de vrijwilligers in een warm bad terecht zijn gekomen. Aan de locatie ligt het zeker niet. En volgens mij de organisatie ook niet, want Recreatief Drimmelen heeft dat enorm goed opgepakt. Heel helder, heel prettig en we hebben elke keer stappen kunnen maken tot het moment waarop we hier staan. In begin 2020 zijn we op het gemeentehuis begonnen met doen waar we goed in zijn. Dat is hard nadenken en papier produceren. We zijn namelijk begonnen met een visie op vrije tijdseconomie en die is in 2021 vastgesteld. Nou ja, dat is dan het saaie stuk van mijn verhaal, want uiteindelijk gaat het erom wat doe je met zo'n visie op vrije tijdseconomie. En recreatie, toerisme, vrije tijdseconomie is echt een heel belangrijk onderwerp hier in de gemeente. Je ziet het als je naar buiten kijkt, naar de haven, je ziet het als je door alle dorpen rijdt, er is heel veel prachtigs te zien. Heel veel mooie plekken die oud zijn, een nieuwe bestemming hebben gekregen. Er is gewoon heel veel te beleven hier. En een van de dingen die echt bovenaan op het lijstje stond toen we met die visie bezig waren, die ook echt wel tot stand is gekomen met heel veel input van allerlei mensen die actief zijn met recreatie en toerisme, is informatievoorziening aan de bezoekers hier. In Drimmelen, maar ook in alle andere dorpen en in de buurtschappen van onze gemeente. En ik ben heel erg blij met dat we vandaag de officiële VVV kunnen openen, waar iedereen terecht kan die hier als bezoeker in onze gemeente komt en die dan niet alleen naar de Biesbos wordt verwezen of niet alleen over het Beverpad richting Lage Zwaluwe, maar gewoon alle mooie plekken krijgt aangeboden die er in onze 6 dorpen te vinden zijn. Maar ik ben echt heel blij met deze plek, want je komt ook over de weg, kom je Drimmelen binnengereden. Hij is super prominent, heeft een hele mooie plek in de haven. We gaan er wat moois van maken, mensen. Dankjewel. We gaan een soort van officiële openingshandeling verrichten. Maar hij is enigszins beperkt door windkrachten, wat zal het zijn, 5, 6, 7. En ik sta hier te midden van 4 van de 7 vrijwilligers. En die 4 vrijwilligers hebben natuurlijk in dit centrum een hele belangrijke taak. Ik doe snel even een rondje. Ik hoor graag hoe jullie heten en wat jullie als vrijwilligerswerk doen. Ik ben Tony Karels en ik doe vrijwilligerswerk hier aan de balie. Sinds 14 jaar. Zo, 14 jaar is een respectabele tijd. Ja? Ik ben Annie Doevedans. Ik ben natuurgids. Ik doe baliewerk. En ik leid nieuwe gidsen mee op. Dus u werkt binnen en buiten? Alle twee. Allebei. Ik kom zo terug. Ik ben Louis van Zuilenkom. Ik ben hier baliemedewerker. Ik ben ook natuurgids. En ik geef al meer dan 50 jaar voorlichting over de Biesbos en Drimmelen. Dus uw kennis over de Biesbos is waarschijnlijk enorm. Maar je leert iedere keer nog bij. Hebt u de Biesbos nog meegemaakt in de tijd dat er eb en vloed was, voor 1971? Jazeker, dat was het avontuurlijk. Hè? Want je kwam droogvallen en dan ging je zwemmen. En bij het volgende getij ging je weer terug naar Drimmelen en de haven. Ik heb het als kind meegemaakt en dat is een tijd die ik heel erg prettig vond. Mag ik uw naam ook weten? Ik ben Rob van Es, vrijwilliger sinds 12 jaar bij Staatsbosbeheer. En nu ga ik over naar de VVV.
En ik ben een opleiding voor een schoolgids. Voor de kinderen. Dus u gaat met de Oostwater of de Westwater pad en dan bezoek je aan de Eendenkooi en dat soort zaken? Inderdaad, dat lijkt me heel leuk. En wat is dan het leuke? Waarin zie je dan je passie tevoorschijn komen? Wat van de natuurwegwijs te maken, de kinderen spontaan te maken eigenlijk voor de natuur, want die weten niks van de natuur in het begin. En om dat te doen, dat lijkt me ontzettend leuk. Ja. Kunt u misschien, u hebt heel veel ervaring, kunt u dan ook eens ons eens vertellen wat is nou een van de mooiste momenten die je in die lange loopbaan hebt meegemaakt? Ja, je maakt er vele mee. Ik ben ook een poosje nog schoolgids geweest. En als dan zo'n klein hummeltje of meisje van een jaar of 4, 5 met je meeloopt. En die zegt, mag ik jou een handje geven? En ik heb thuis konijntjes. En dan ga je er ook op. Het heeft niks met de biezels te maken. Maar ja, dat is dan leuk. Of dat je hebt een groep bij je uit. En dan lopen twee jongens vooruit. En de ouders roepen continu, kom maar terug, kom maar terug. Ik zeg, later lopen. En dan betrek je ze ergens bij. En dan hoor je aan het eind van de avond, meneer, dank je wel. Ik heb de dag van mijn leven gehad. Nou, daar doe je het dan voor. Ja, en als op deze manier de biezels bij die kinderen in de hoofd blijft zitten, is dat een hele mooie natuurlijk. Waar denken jullie waar de biezels naartoe groeit? Hoe verwacht je dat zo'n biezels er over 10 jaar uit zal zien? Heb je daar een idee van? Heel volle, verwacht ik. Maar misschien dat het te reguleerd is, dat weet ik niet zeker natuurlijk. Want de mensen komen hier en die zeggen, waar is het bos? Ik wil wandelen. Dan zeg ik, ja, u kunt wandelen, maar heeft u ook een boot? Want ja, het is omringd door water, dus helaas, u zal een bootje moeten huren of met iemand mee moeten varen. Of waar kan ik fietsen in het natuurpark? Ja, dat gaat dus ook niet. Nou, dat soort vragen, dat krijg je dan. Ja, blijkt dus dat mensen nog een totaal ander beeld van de biesbos hebben als wat de biesbos werkelijk is. Ja, dat komt door biesbos. Dus iedereen denkt, ik ga lekker wandelen of fietsen in het bos. Ja, dat is helaas niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Nee. Nou, ik ben eigenlijk heel blij dat jullie een kleine glimp hebben kunnen doorgeven van het gidsenwerk. Ik heb heel veel respect voor jullie werk. Ik hoop dat jullie tot in lengte van jaren dit mooie werk mogen blijven doen. Dat kinderen en ook volwassenen hier nog jaren van kunnen en mogen genieten. Dankjewel. Goedemiddag. Ik sta hier tussen letterlijk twee bestuursleden van Recreatief Drimmelen. En wilt u uzelf even voorstellen en misschien ook even vertellen wat uw taak is binnen het bestuur? Ik ben Ton Swinkels. Ik ben voorzitter van Recreatief Drimmelen, de stichting. Voortgekomen uit het bedrijvennetwerk Drimmelen Ondernemersvereniging. En het zegt het al, ik ben dus voorzitter. Hey, John van Oosterhout. Ik ben eigenlijk bij de club aangesloten. Door mijn stichting Biesbosbeleving met die aken waar ik mee vaag. Corona is natuurlijk gekomen en ik had natuurlijk affiniteit met de Biesbos. En zo van het een kwam het ander, zeg maar. En doe mee vergaderen en vaak voorzien van adviezen en ideeën. En proberen we alles een beetje hoger op te krikken. Ja, in welke richting geeft u dan de adviezen? Waar moet ik dan aan denken? Nou, vaak ook wel, weet je wel, wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. En hoe vlieg je het ook dikwijls bestuurlijk aan en hoe ga je daarmee om? Want je kan wel ideeën hebben, maar het moet natuurlijk op een gegeven moment ook wel een beetje gestroomlijnd worden. Zodat ze op de gemeente of bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer daar ook verder mee kunnen. En ik denk dat dat wel belangrijke input is om iets te kunnen realiseren. Ja, dus u noemt een aantal verschillende partijen. Ik neem aan dat bestuurlijk er ook contact wordt gezocht met die andere instanties. Uiteraard. De een gaat niet zonder het andere. Wij hebben elkaar nodig. Dus je moet nadrukkelijk elkaar opzoeken en in conclaaf gaan met elkaar. Om te zorgen dat je het beste resultaat en dat iedereen er blij mee is. Ja. En ook de gemeente, die daar een forse steentje heeft bijgedragen in dit geheel. Ook die spelen de rol erin. En dat samengaan met elkaar, dat gaat gewoon heel erg goed. Dus het beleid wat je ontwikkelt, dat loopt eigenlijk vanuit de Biesbos, Aakvlaai, Gat van der Ham, richting Dordrecht, wellicht ook het bezoekerscentrum? Nou ja, alles hangt aan elkaar vast. Ja. Uiteraard, de VVV hebben we hier in Drimmelen, maar dan ga je ook kijken in Geert Ruidenberg en in Dordrecht om wel te kijken op één lijn te zitten. Ja. En dat geldt ook voor de Biesbos. Ja. En het elektrisch varen, het investeren in recreatief Drimmelen, is dat iets wat ik samen moet zien? Nou ja, misschien in de toekomst. Ik denk dat het iets is waar je met z'n allen uiteindelijk op moet blijven letten en kijken wat de toekomst daarvoor is. Het zijn nog geen gemakkelijke projecten natuurlijk. Je ziet het bij auto's is het al vrij lastig. Denk alleen maar eens eventueel aan laadpalen die je zou moeten creëren.
Maar ja, goed, de toekomst is natuurlijk ver en die is groot en de ambities zijn hoog. Ik denk dat we daar met z'n allen goed op moeten blijven letten. We hebben al gesproken met een aantal gidsen bij onze VVV. We hebben het bestuur aan het woord gelaten en nu staat naast mij Lieke Schuitmaker, wethouder van de gemeente Drimmelen. En ik zou eigenlijk maar één ding willen vragen. Zou u naar de kijkers van Omroep Drimmelen kenbaar of duidelijk willen maken waar nou de gemeente Drimmelen, het belang ziet van de VVV op deze locatie? Nou, dankjewel. Dat wil ik zeker doen. We hebben vorig jaar een plan gepresenteerd voor recreatie en toerisme hier in de gemeente. Want er is gewoon heel veel moois te zien. En je ziet het hier al in Drimmelen. Een gigantische haven met heel veel watersport. Ja, we hebben fantastisch veel recreatie en toeristische activiteiten hier in de gemeente. Maar al die mensen die hier nou komen vanuit België of Duitsland of vanuit een ander stuk van Nederland, dan is het wel fijn als die ook weten wat ze hier allemaal niet alleen in Drimmelen kunnen vinden, maar ook in de andere dorpen. Zoals Terheide, Wagenberg, Lage Zwaluwe, Hoge Zwaluwe, Made. Er is gewoon superveel moois te zien. Dus daarom hebben wij als een van die onderdelen van die plannen ook bedacht, er moet gewoon heel mooi op een goede zichtbare plek een VVV komen. En samen met Recreatief Drimmelen en met Staatsbosbeheer is eigenlijk de laatste tijd in een soort sneltreinvaart als een van die speerpunten uit die plannen voor vrije tijdseconomie het centrum hier gekomen op een super zichtbare locatie. Want als je aankomt rijden vanuit Made of vanaf de snelweg, nou ja, je rijdt er bijna tegenaan. Ik zou het niet letterlijk nemen. En iedereen kan hier informatie vinden over wat er allemaal hier in het dorp Drimmelen te doen is. Maar ja, ook in de hele gemeente en in de buurtschappen. Ja, zodat iedereen mee kan genieten van wat er hier gebeurt. En ook langer kan blijven. Want dat is natuurlijk een van de onderliggende doelen. Dat mensen ook gewoon langer in de gemeente blijven. Kan je mee overnemen?